Hallo kijkers, tof jullie kijken naar deze gewoon nieuwe video. Ja, deze video is een keer mijn facecam. Dus ja, ik ga nu vanaf nu ben ik eens van plan om af en toe ook eens een video te maken met een facecam. Maar vandaag is ook een speciale dag, want vandaag is er eindelijk weer een nieuw seizoen van de Mandalorian. En daarom lijkt me leuk om vandaag een Star Wars related video te maken. Nou ja, een soort van, want ik ga kijken of Akinator, verschillende karakters uit Star Wars, kan raden. En ja, ik denk dat hij de meeste wel gaat raden, maar we zullen wel zien. Laat ook misschien even in de reacties achter jullie voorspellingen voor The Mandalorian Season 3. En dan ga ik beginnen met het spel te spelen. Ik moet eerst een karakter kiezen. De eerste karakter die ik ga kiezen is Grogu. Dus we zullen zien of Akinator Grogu kan raden. Grogu is eigenlijk Baby Yoda. Ja, laten we beginnen. Ja, het staat wel in het Engels. Is je character real? Nee. Niet van een horror game. Is niet van een game. Ja, volgens mij is hij toch wel mannelijk. Ja, hij kan de Force, dus hij heeft. Hij is trouwens ook nog heel erg sterk in de Force, dus zeker special powers. Hij is niet bad. Ik ben dus niet echt een super held, maar ik ga het doen op Probably. Is een animal. Ja, ik weet niet. Het is een alien, maar ik weet niet of je daar onder dier valt. Dus ik ga probably doen. Op het moment van de Mandalorian is Grogu denk ik rond de 50 jaar en lijkt nog steeds op een baby. Dus ik weet niet hoe de species noemt. Ze kunnen echt honderden jaren oud worden. Yoda was denk ik 800 of 900 jaar. Dus op dit moment nog niet. Het is geen mens, dus nee. Hij is niet blauwe. Ja, hij is wel een beetje funny. Ah, nu is het een beetje in de goede richting. Star Wars, yes. No. Ah, ik had het even terug kunnen raden. Het heeft een tijdje geduurd. Die nou ook eens kunnen kijken of ze of die Mando kan raden. Mandalorian. We doen het opnieuw. Wacht. Play again. Niet echt bestaan. Ja, hij is nog niet in een film voorgekomen. Ja, hij heeft wel andere mensen gekild. Geen speciale krachten. Niet van Game of Thrones. Ja, hij is in Star Wars gespeeld. Ja, hij is in Mandalorian. En nu al heeft hij het geraden. Nu ook karakters zullen we nu doen. Kan Akinator heel erg snel Darth Vader raden? Ik denk het wel, maar ik ben benieuwd in hoeveel vraagjes. Dus laten we even kijken. Hij is bad. Nu is Star Wars. Yes. Ja, in. Hij is in brand. Ja, en. Dat is nu al geraden. Dat ging heel erg snel. Dus ik dacht, Vader zou wel makkelijker, denk ik. Ah, ik weet het misschien. Misschien kunnen we Gungi doen. Dat is een Ewok Jedi die onlangs ook in de Bad Batch voorkwam. Dus ik ben benieuwd of Akinator Gungi kan raden. Ik weet niet of ik zijn naam wel goed uitspreek. Maar ik denk dat jullie wel weten wie ik bedoel. Hij draagt niet echt kleren, toch? Dus ik ga. Probably not. Ja, een soort van een dier. Is niet blauw. Waarschijnlijk. Ja, toch wel een beetje gelinkt met Space, want het is Star Wars. Hij heeft geen eigen schip. Hij is geen baby. Hij is jong. Hij komt ook in de Clone Wars voor. En hij. Ook Gungi kan Akinator raden. We moeten nog een moeilijkere bedenken. De volgende karakter die we gaan doen is Tarkin. Ik ben benieuwd of Akinator Tarkin kan raden. Hij heeft haar niet echt bestaan. Geen special powers. Ja, hij komt ook soms in de Clone Wars voor, maar telt als cartoon of niet? Don't know, ga ik doen. Amerika bestaat niet in Star Wars, dus nee. Hij is een beetje oud. En, oh, ja. Nu heeft het Tarkin ook al geraden. De volgende karakter is Asajj Ventress. Ze heeft geen haar. Dus we moeten het even laten. Oh, je technisch probleem moet het opnieuw doen. Is niet meer Marvel. Ja, ze komt in de Clone Wars film voor. In een aflevering van de Clone Wars draagt ze wel een masker. Alleen in de meeste afleveringen niet. Dus ik ga probably not doen. Niet echt een demon. No. Yes, dus kan de Force. Woord. Niet. Oh, Snoke. Oké, een plot twist. Asajj Ventress is Snoke. Maar ja, we gaan
Het is niet als adventurous. No. Gaan we verder? Ja, we gaan verder. Nee. Ah, nu heeft Akinator haar terug kunnen raden. We gaan nog één karakter doen en deze keer doen we Palpatine. Dus we zullen zien of Akinator Palpatine kan raden. Dus play again. Hij heeft speciale krachten. Hij kan de Force. Geen zwart haar. Hij is best slecht. Hij is heel erg slecht zelfs. No. Yes. Oh, ja. Hij is nu al in de goede richting. Nee. Yes. Ja, eigenlijk, ja, Palpatine heeft hij geraden. Darth Sidious is zijn andere naam, dus zijn Sith-naam. Dus, maar ik denk dat het hier wel goed is. Akinator heeft al mijn karakters kunnen raden. Ik moet echt naar moeilijkere komen, maar laat even misschien weten in de reacties als ik nog een vervolg moet maken. Laat dan ook even andere personages achter die jij misschien kan raden. Dus ik wil je bedanken voor het kijken naar deze video en tot de volgende keer maar weer. Dus bye!